Diabetes is een erfelijke ziekte, maar in die zin het verschil tussen type 1 en type 2. Type 1 is een klein beetje erfelijk. Dan praat je over als 100 ouders in Nederland een kind krijgen, dan is de kans van ouders met diabetes dat er 3 van de 100 kinderen diabetes krijgen. Type 2 is meer erfelijk. Maar hoe groot die belasting dan is, dat is moeilijk te voorspellen. Omdat de type 2 diabetes vooral te maken heeft met wat minder aanmaak van eigen insuline. En ook heel erg te maken heeft met leefstijl. Diabetes type 2 heeft dus een erfelijke belasting, maar het is niet zo dat het een excuus moet zijn om te denken dat je dan ook maar diabetes krijgt. Iedereen kan diabetes krijgen, ook al heb je daar helemaal geen aanleg voor. Het blijft een stofwisselingsziekte waarbij insuline en suikerhuishouding verkeerd gaan in het lichaam.